zijn van Vastgoedjournaal TV vandaag op Vastgoedbeslissers 2017. Ik had een vraag aan u. Wie denkt u dat gaat winnen vandaag? Ik denk dat de Vastgoedbeslisser 2017 Leslie Bamberger wordt. Een hele grote transactie heeft er plaatsgevonden op de Zuidas. En dan denk ik Ronnie Rozenboom. Ik denk Marcel de Boer. En waarom? Ja, omdat het wat dat betreft toch een ziener is in het taxatievak. Bernd Stali. Bernd Stali, wat hij met NSI gedaan heeft afgelopen jaar, is een enorme mooie transformatie. Knap gedaan. Ik denk en misschien hoop ik ook wel dat het Ronnie Rozenboom wordt. Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk. De self-made man, mijn schoonvader Ronnie. Misschien een soort oeuvreprijs voor Wienke. Dat lijkt me een mooie. Wienke Bodewis die verdient de Bondeland wel. En heeft er nog nooit gewonnen volgens mij. Ik sluit me helemaal aan bij meneer Bos. Ik denk en hoop Wienke. Meneer Huikershoven, wat denkt u van vandaag? Wat ik denk dat Leslie voor de derde keer gaat, Leslie Bambergen. En hij doet een aantal mooie dingen en dan krijgt hij ook de credits voor. En als hij hem drie keer wint, mag je hem toch mee naar huis nemen? Daar hebben we niet over nagedacht, maar vanaf nu besloten dat dat zo is. Ik denk Ronnie Rozenboom. Waarom? Omdat hij het meest spraakmakende project van Amsterdam heeft gekocht. Goedemiddag, meneer Rozenboom. Wie gaat er winnen vandaag? Ik zou het niet weten, maar ik denk dat ik het zou moeten zijn. Want ik heb de beste beslissing genomen dit jaar. De nummer 2 is Bernd Stali. Ronnie, je bent vastgoed sinds 2007. Goedemiddag allemaal, ik kan er helaas vandaag niet bij zijn, zit voor zaken in Chicago. Ik wil de winnaar ongelooflijk feliciteren met deze prijs. Het is hartstikke leuk als je deze erkenning krijgt van alle mensen uit het vakgebied. Leuk een heel jaar daarvan genieten en nogmaals gefeliciteerd en de beste heeft gewonnen. APPLAUS.